vandaag ben ik in Dordrecht. En deze stad kent heel wat authentieke plekjes en steegjes, ideaal dus om met de fiets te ontdekken. Ben je er klaar voor? Ja, ja, we zullen eraan beginnen. Dit is ons Dordrecht, maar dan net even anders, met een accent. Het item is uitgezonden op de regionale televisie bij onze zuidenburen en dat is niet toevallig. Wij hebben al gedurende 3 jaar voeren nu een extra intensieve campagne op de Vlaamse markt. Waarbij we lokale media inschakelen, maar ook landelijke media, nieuwsbladen en dergelijke. En dit jaar hebben we ook een extra filmpje kunnen brengen op de regionale tv, die erg belangrijk is in België. Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen zijn deze filmpjes uitgezonden. Er is door het VVV in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme bewust gekozen voor België, omdat het dichtbij ligt. En de campagne heeft effect. Er komen erg veel Belgen de afgelopen maanden. Dit filmpje dat is op 9 juli is dat uitgezonden. Dat vindt dan een hele week plaats. Dagelijks wordt dat herhaald. En dagelijks zitten er zo'n 650.000 mensen naar te kijken. Dus dat heeft best een behoorlijke impact. Veel bezoek uit België. We merken het niet alleen hier aan de balie, maar ook in de stad ervaart men dat heel goed. En België zijn interessant, omdat Belgen ook natuurlijk best wel bereid zijn wat uit te geven. Met name ook voor eters. Restaurants kunnen daarvan van profiteren. En meer bezoekers, dat heeft Dordrecht hard nodig. Want het valt dit jaar behoorlijk tegen. In 2015 bezochten nog ruim 114.000 toeristen de balie van het VVV. Maar dat aantal gaan we volgens Sindel dit jaar nooit meer halen. Het slechte weer is daar de grote boosdoener van. Een mooie dag als die van vandaag is dan ook zeer welkom en zorgt direct voor meer drukte. Van Hollanders, maar ook van Belgen. Nou, het is eigenlijk voor ons is Nederland het fietsland bij uitstek. Je kunt een hotelletje boeken en dan ben je eigenlijk direct in het open gedeelte, open natuur. En deze keer was het voor Dordrecht dat we gekozen hebben. Dus nu zijn we even op verkenning. Dus meestal gaan we eerst naar de VVV. En dan kijken we eventjes rond en dan daaruit plannen we dan de rest van de uitstappen. Hè. Dus wat staat er nu nog op het programma? Misschien de Biesbos zullen we wel zijn. Misschien dat we ook nog eens naar Kinderdijk rijden. En dan zien we wel, we laten het op ons afkomen. De eerste indruk is in ieder geval goed. Het is leuk om te rijden naast het water. En er is veel water hier. Hè. Dus dat is een voordeel. En er zijn goeie fietspaden, dus... En het is ook gezellig. Het zijn gezellige stadjes. Ondertussen gaat de VVV gewoon door met de promotie van onze stad. Over de grens, maar vooral ook daarbinnen. Wij waren vroeger natuurlijk al veel actiever op beurzen. Ook in Duitsland en in Frankrijk. Zelfs in Italië hebben we beurzen bezocht. Beursbezoek is tegenwoordig heeft een andere dimensie. Je moet meer een beleving geven. België zijn daarin nog wel wat simpeler. Die halen wat meer informatie op de beurzen zelf. Daar is internet iets minder belangrijk nog dan in Nederland. Dus we intensiveren België, zeker. Maar we benadrukken ook met name gewoon de regio rondom Dordrecht. Want een straal van 40 kilometer om Dordrecht, dat is economisch gezien de meest interessante groep om voor dagbezoek hier naartoe te krijgen. Je ziet het, of het nu regent of de zon schijnt. Dordrecht en Biesbos zijn zeker de moeite waard om eens te bezoeken. Wil je graag meer informatie? Surf dan zeker eens naar deze website.